beste kijkers. We zijn onderweg naar Pieterburen en we gaan naar Hotel Waddenweelde. We gaan jullie daar zien en je weet het, hè, na het kijken even liken. Tot zo! Laat me erin, het is koud. Welkom in hotelkamer Waddenweelde. Budget, hè? Dat wordt het woord. Budget. Oké, ik ga jullie rondleiden. Kijk, dit is wel handig, hè? Gewoon voor je jas. Ja, voor je jas. Hij doet het wel, hij doet het niet. Hij doet het wel. Hij doet het niet. Oké, een ouderwetse lade. Nou, kast. Wel heel veel kastruimte. Ja, dit is, oh ja, toch wel. Koelkastje? Nee, geen koelkast. Wel. Koffie- en thee-faciliteiten. Geen koelkast of kluisje. Nou, tv. Een heel klein tv. Een zithoekje. Ouderwetse. Radiator. Radiator. Nou, twee bedden. Los. Tegen elkaar. Maar wel brede bedden. Zijn wel brede bedden, ja, goed. Hey, en een glitterkussen. En een glitterkussen. Nou, bureautje. Eén stoel. Zullen we even kijken naar de badkamer. Ja. Nou, ja. Nou, het ziet er dan netjes uit. Het toilet wat nieuw is, dat is wel duidelijk. Een hele ouderwetse badkamermeubel. Plastic bekertjes. Dat hoef je niet te gaan gooien. Plastic, anders was het ook al. Ja, dit is wel fijn, zeepdispenser. Een gewone handdouche hier. Een zeepdispenser. Trekker. Ja. En een nieuwe radiator hier. Dat is dus wel opgeknapt. Ja. Dat was het eigenlijk. Daar is onze kamer. En hier is de wellness. Nou, er zijn op dit moment zwemlessen gaan in de avond. Dus we kunnen geen gebruik maken van het zwembad. Daar is onze kamer. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Pieterburen. Hotel Waddenweelde. Het is niet echt een hele sfeervolle kamer, maar wel basic. Je hebt alles wat je nodig hebt. Ja. TV, nou je zag dat natuurlijk in het filmpje. Ik miste wel een paar dingen. Een föhn. Ja, stopcontacten was even zoeken.
Ja. En een spiegel zou handig zijn boven het bureautje daar zo. Want ja, in de badkamer beslaat hij. En dan als je daarna dan even je haar of wat dan ook wil doen, dan kan dat niet. Ja, een extra kussen zou ik wel heel fijn gevonden hebben. Een slaapcomfort, ja. Wel goede bedden. Ja, we hebben wel lekker geslapen eigenlijk. Het zijn wel brede bedden en een goed matras. Twee losse bedden vinden we altijd even wat minder, maar goed. Wel, was wel gehoorig. Ja, dat wel. We hoorden wel van de buren allemaal geluiden, gepraat en dat soort dingen. Ja, dat was het wel. Maar goede verduisterende gordijnen. Dus ja, het was wel goed dat donker. Was weer positief. Ja, dus we hebben wel lekker geslapen. Yes, en toen gingen we douchen. En goede straal. Ja, goede douche. Lekker ruim ook. Ruime badkamer. Wel even opletten, want als je gaat douchen, dan loopt het water zo langzaam als een soort riviertje de badkamer in. En het maakt het spek glad, hoor. Ja, pas er op. Is wel een trekker, maar even goed wel even opletten. En voor de rest de badkamer, ja, je ziet in de voegen en de kitran en zo. Ja, dat moet eigenlijk even, een beetje zitten, een beetje het weer en de schimmel en zo in. Dus, ja, maar het toilet was bijvoorbeeld wel helemaal nieuw. Ja, het was verder allemaal wel schoon. Het zag er wel schoon uit verder. Ja, we gingen toen ontbijten en daar hebben we ook beelden van gemaakt. Ja. Kijk maar even mee. De eetzaal of restaurant. Het is heel donker. Heel beetje bruin café-achtig sfeertje. Ja. Wel gezellig. Ja. En het ontbijt was gewoon basic. Dat was basic. Wel lekker. Ja. Lekker brood. Lekker eitje. En geen verse chouderans of zo. En de koffie was ook... Maar gewoon alles was er. Ja, prijs-kwaliteit verhouding. Nou, wederom. Was het een prima ontbijtje. Ja. De faciliteiten. Oh ja. Er is naast onze kamer, of eigenlijk in het gebouw kan je wel zeggen, is een zwembad. En er zat één sauna. En we dachten, we gaan toch maar even de sauna bekijken. Maar het bleek niet echt heet te zijn. Het is een beetje warm, maar hij deed het dus niet echt. Nee, het lampje was aan, maar verder, Maar goed, misschien is die de volgende keer wel aan, hoor. Ja. Dus de mogelijkheid is er wel. Je moet wel badkleding aandoen. Ja, inderdaad, dat is een goeie. Het is wel gratis trouwens. Ja. Ik zag ook, toen we gingen ontbijten, zag ik ergens allemaal spelletjes staan. Dus dat hadden we eigenlijk gisteren wel kunnen doen. Je kan er ook dus ook een wijntje drinken in de avond. Een gezellige kroeg is het dan. Ja, heel gezellig. Het biljart staat er ook. Ja. De omgeving. Nou, zoals je eerder in het filmpje zag, het Pieterpad begint hier. En je hebt hier natuurlijk ook de wadden. Hè? Je kan wad lopen. Ja. We gaan straks nog even de omgeving een beetje verkennen. En dat laten we nu alvast zien. De wifi. Ja. Gisteren, we konden gewoon, het is, hoe zeg je dat? Vrij internet, dus geen wachtwoord of zo. Je kan gewoon zo aanmelden. En, we hebben Netflix gekeken en dat ging helemaal goed. Prima hoor. Verbinding, geen problemen. En vanochtend bij het ontbijt, was ook gewoon vriendelijk personeel. Hebben we eigenlijk niet mee te maken gehad, maar dus personeel was prima, zover wij dat hebben kunnen beoordelen. Ja. Het is basic, je hebt alles wat je nodig hebt.
En prijs-kwaliteit verhouding is kloppend. Je komt hier niet voor de luxe. Nee. Dus. Onthoud dat. En wat dat betreft kunnen wij concluderen, dit krijgt wel een voldoende. Ja, even dus goed. Een aanrader. Doei. Doei.